Het lokale recht moet bovenal rechtvaardig zijn. Met deze uitspraak stelde D66-raadslid Matthijs Loor enkele misstanden in de voorgestelde wijziging van de Algemene Plaatselijke Verordening aan de kaak. Bij de behandeling van de APV-wijziging afgelopen maandag diende hij 2 amendementen en een motie in om dit te repareren. Omdat de verbeteringen van D66 het niet allemaal haalden, stemde de fractie tegen de wijziging van de APV. Pieter Pluijgers sprak met D66-raadslid Matthijs Loor. Slecht levensgedrag zou een reden moeten zijn om een exploitatievergunning in te trekken. Ja, dat is wat werd voorgesteld bij de wijziging van de Algemene Plaatselijke Verordening. Dat een ondernemer zijn vergunning zou kunnen kwijtraken wegens slecht levensgedrag. En de rechter heeft gezegd, zelfs de hoogste rechter in Nederland al, dat dat eigenlijk een begrip is wat geen grenzen kent. Alles kan slecht levensgedrag zijn. En dan vinden wij als D66 dat dat wel heel ver gaat om iemand zijn zaak af te nemen op grond van slecht levensgedrag. Dan moet je wel echt een hele goede reden hebben. Om die reden hebben we een voorstel gemaakt om te zeggen dat kan echt alleen als er een risico is voor veiligheid, voor gezondheid van mensen of voor de openbare orde. Dan kun je op grond van slecht levensgedrag een vergunning intrekken. En anders kan dat niet, of tenminste niet zonder tussenkomst van de rechter. Ik kwam in een soort gesteggel met de wethouder terecht, die steeds terugkwam op de aantoonbaarheid. Dat klopt, we hebben in het voorstel gezegd dat het dan wel aantoonbaar moet zijn dat er een risico is voor veiligheid of gezondheid of voor de openbare orde. En ja, de eis om dat aan te tonen, die ligt dan wel bij de gemeente. Als je als gemeente een vergunning wil weigeren of wil intrekken op grond hiervan, dan moet je wel aannemelijk kunnen maken dat er wat aan de hand is. Heeft u nu bijvoorbeeld een praktijkvoorbeeld waarin dit het geval zou kunnen zijn? Ja, zeker. Vorige week in een discussie met de burgemeester kwam een heel mooi praktijkvoorbeeld langs van bijvoorbeeld een horecaondernemer die in zijn thuissituatie gesnapt is op wapenhandel. En waarbij je dus zou kunnen vermoeden dat dat zich ook in zijn onderneming uitstrekt, waar echt een risico aan zit voor mensen. En dat zou dan een reden zijn om dan die vergunning in te trekken. Ook dan geldt nog dat die ondernemer wel kan zeggen, ja, maar dit is helemaal onterecht en naar een rechter kan stappen. Maar dan kun je aan de voorkant kun je al aantonen van, ja, we hebben een reden om dit te doen. We hebben namelijk bij u thuis, of heeft de politie wapens aangetroffen. U wordt vervolgd voor wapenhandel en we vinden het niet verstandig als u dan nog een horecazaak uitbaat. Waarom bent u nu blij dat uw amendement intrekken of weigeren exploitatievergunning toetsbaar maken aangenomen is? Nou, met deze wijziging erin wordt het ook mogelijk voor de bezwarencommissie van de gemeente om te controleren of wij als gemeente ons werk goed doen. Of wij inderdaad op de juiste gronden een vergunning intrekken en dat niet zomaar even doen. En dat is heel erg belangrijk. Dan weten ondernemers in deze stad waar ze aan toe zijn. Dan kan de macht gecontroleerd worden. En dat is echt heel principieel en heel erg belangrijk. Dat mensen niet zomaar vergunningen kunnen intrekken, maar de macht goed gecontroleerd wordt. En maken we het dus ook voor een rechter toetsbaar dat wij als gemeente ons netjes aan de regels houden.